We hebben het bit al kort benoemd in de video over het hoofdstel. In deze video gaan we het bit wat uitgebreider bespreken. Er zijn tientallen soorten bitten, maar wij laten jou de meest gebruikte zien. Een bit kan je ook wel een trens noemen en is een heel belangrijk onderdeel van het hoofdstel. Het bit ligt in de mond van het paard op de plek waar geen tanden zitten. Deze plek noemen wij ook wel de lagen. Een bit kan zijn gemaakt van verschillende soorten materialen, bijvoorbeeld metaal, kunststof of leer. Maar het meest gebruikte materiaal is metaal en dit zal je dan ook het meeste zien op de manege. Er zit ook verschil in hoe het bit gemaakt is. Sommige bitten zijn in het midden één keer gebroken. Dit noemen we dan een enkel gebroken bit. Een ander bit is twee keer gebroken in het midden en dit heet dan uiteraard een dubbel gebroken bit. En sommige zijn helemaal niet gebroken en dit wordt dan ook wel de stang genoemd. Welk bit gebruikt wordt verschilt per paard. Soms kan het wel een poosje duren voor je het perfecte bit hebt gevonden waar je paard zich prettig bij voelt. Als je voorzichtig omgaat met de teugels, dan doet een bit in de mond van het paard geen pijn. Wat wel heel belangrijk is dat het bit breed genoeg is voor de mond van jouw paard. Een te klein bit kan namelijk pijn doen. Door de bakstukken aan de zijkant van het hoofdstel te verstellen, kan het bit lager of hoog in de mond van het paard gelegd worden. Als regel kan je onthouden dat een bit niet meer dan twee plooien mag maken in de mondhoeken. Daarnaast mag het bit geen tanden of kiezen raken. Ook de bitringen van een bit verschillen. De bitring kan los aan het bit vastzitten, dus dan kunnen de bitringen draaien. Dit noemen we dan een watertrens. Wanneer je de bitringen niet kan draaien, noem je dit een busttrens. De naam van het bit is een combinatie van hoe vaak hij gebroken is en welke ringen eraan zitten. Dus als we het dan hebben over een dubbel gebroken watertrens, welke is dat dan? Juist, dat is deze. Als je weer op stal komt, kan je kijken welk bit jouw paard of pony heeft. Herken je hem niet? Dan kan het een ander zijn dan die je in de video hebt gezien, want er zijn er te veel om op te noemen. Wil je weten welk bit het is? Of heb je misschien twijfels of je bit wel goed zit? Of heb je daar andere vragen over? Vraag dan je instructeur om hulp.